Ik ga zo praten met twee bijzondere mannen. Sander Aerts wordt door hem de best getrainde militair van Nederland genoemd. Hij is van JEX, Nick Hillebrand en ze werken samen. Praten we zo over verder. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door JEX.nl en Startportaal. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Nick, jullie kennen elkaar. Jullie hebben allebei eenzelfde achtergrond. Allebei bij het Korps Mariniers gezeten. Waarom is hij de best getrainde militair van Nederland eigenlijk? Ik denk om vele redenen. Maar als je kijkt naar, we hebben het in de auto net nog over gehad. De mate van training die hij heeft gehad. De mate van ervaring die hij heeft gehad. En de aantal jaren die hij gediend heeft. Daar zijn niet heel veel mensen die daar echt bij in de buurt komen. Jij hebt ook deel uitgemaakt van het Korps Mariniers. Waarom wilde jij dat ooit? Ik denk op zoek naar avontuur, op zoek naar adrenaline en kijken wat je maximaal aan doelstellingen kan behalen. Heb je dat gevonden, dat avontuur? Absoluut, ja zeker weten. Ja, je gaat gelijk, zie gelijk een grijns op je Zeeuwse gezicht. Ja, mooi is dat. Ja, nee, het is een fantastische ervaring. Het is voor iedereen aan te raden, absoluut. Ja? Herken jij wat hij zegt, Sander? Ja, absoluut. Ook een van mijn drijfveren was ook het avontuur. Gewoon de actie, gewoon bijzondere dingen doen, de uitdaging, zeg maar. Dat trok me absoluut, ja. Ja, inmiddels ben jij ook mediapersoonlijkheid, mogen we zeggen. Ben je in een aantal tv-programma's te zien waar je mensen traint en begeleidt. Je bent schrijver van een aantal boeken. Maar even over de best getrainde militair van Nederland. Welke opleiding heb je allemaal met succes afgerond? Begonnen met de mariniersopleiding op 17-jarige leeftijd in 96. En na anderhalf, twee jaar heb ik me opgegeven de commandoopleiding. Zeg maar de Special Forces van de Landmacht. Dus toen na de commandoopleiding kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met de Special Forces van de Korps Mariniers. Mm-hmm. Specifiek de kickforce-mannen. Mm-hmm. Dus na mijn eerste missie in Ethiopië had ik me opgegeven voor de kickforce-manopleiding. Dat is een van de zwaarste militaire opleidingen van Nederland. En daarna op 22-jarige leeftijd die kickforce-opleiding gedaan. En toen behoorde ik eigenlijk tot de Special Forces van de Korps Mariniers. En dat heb ik eigenlijk mijn volledige carrière ben ik blijven doen. Alleen wel ben ik me door gaan specialiseren. Dus ik heb ook nog bijvoorbeeld de antiterreuropleiding gedaan. De sniperopleiding. Vrijvalparachutistenopleiding. En verschillende specialisaties. Ja, wat maken die opleidingen dan specifiek zo zwaar? Kun je daar een beeld van schetsen? Ja, zeker. Ja. Eigenlijk iedere opleiding heeft hier een andere focus. Dus in de mariniersopleiding is het heel erg vormend, zeg maar. Is dan met name het contrast voor mij persoonlijk vanuit de middelbare school echt het zware defensieleven, zeg maar. En helemaal binnen de mariniers was een heel groot contrast. Mm-hmm. Met de discipline en nachtlang niet slapen en het geschreeuw van de instructeurs en dat soort dingen. Commandoopleiding, dan ga je wel echt al een beetje richting het specialistische werk. Dus dan ga je gewoon dagenlang, moet je zien te overleven achter vijandelijke linies. Dus dat maakt het zwaar. Dus echt moeilijke omstandigheden. En de kickforce-manopleiding is met name fysiek ook, maar echt ook wel een mentaal dingetje, omdat je gewoon echt urenlang in donker, koud water moet zien te verplaatsen en te overleven, zeg maar. En ook nog je werk kunnen doen. Dus dat maakt het zwaar. Ik hoor mensen denken, waarom wil een mens dat? Ja dat is een goede vraag. Ja. Dat is een goede vraag, ja. Ja, dat vroeg Nick vandaag ook nog. Wat was jouw drijfveer daarin? En eigenlijk eerst toen ik in de mariniersopleiding zat, ik ben geen hele grote vent, niet overdreven grote spierbal of zo, dat soort dingen. Dus, maar tijdens de mariniersopleiding kwam ik er wel achter dat heel veel gasten die haalden het niet. Die gasten die waren fysiek gezien allemaal veel sterker dan ik was. Mm-hmm. Dus toen zag ik wel dat het mentale component eigenlijk het belangrijkste stukje is. Ja, missie mindset heet ook niet voor niets een van je boeken, denk ik. Ja. Wat moet daarover gaan? Onder andere, ja. Ja. Maar daarna toen ik eenmaal zeg maar bij die speciale eenheden kwam en me ging ontwikkelen. Ja, ik had gewoon echt een drijfveer om gewoon het uiterste uit mezelf te halen en zo goed mogelijk mijn werk te kunnen doen. Ja. En dat kun je onder andere door je verder te specialiseren. Nick, jij bent een aantal jaren met JEX bezig. Zet eerst nog even in een paar zinnen neer voor mensen die het niet weten wat JEX is en wat jullie doen. Wij zijn een softwareontwikkelaar voor de arbeidsbranche met NIS, de uitzendtak. Waarbij we de software creëren om de volledige trein te bouwen wat een uitzendbureau nodig heeft. Waarbij we dat koppelen met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dus we zorgen dat grote aanvragen van klanten centraal gesteld worden en kunnen beleverd worden door een gefragmenteerde markt, dus de uitzendmarkt, op één plek. Dus alles centraal. Één database, één tooling, één centraal punt om in te huren. Waardoor ook het aanbod voor werkgevers groter is dan op andere plekken. Ja. Dus normaal gesproken kan je zaken doen met zeg even drie, vier uitzendorganisaties. Als je dat heel goed gestroomlijnd hebt, misschien eens een keer met 10.
Bij ons werk je samen met honderden uitzendbureaus. Zorgen dat het allemaal gekoppeld is. Alles op één plek is, zodat je echt daadwerkelijk één centraal datapunt hebt. Jullie zijn hard aan het groeien. Kun je schetsen hoe hard dat gaat? Ja, dat gaat echt over honderden procenten. Nou, de eerste keer dat ik bij jou zat, waren we met een mannetje of 10. We zijn nu met een man of 150. Dus dat is in de laatste 2 jaar. Dus dat zijn behoorlijke groeicijfers. We draaien, wat we eerst zeg maar op jaarbasis draaiden, draaien we nu per week aan omzet. Mm-hmm. Dat zijn echt wel extreme cijfers. We halen al onze doelstellingen, maar het gaat enorm hard. Echt enorm hard. Even een kleine zijstap voordat we over jullie samenwerking verder praten. Je bent ook een belangrijke partner bij die club geworden. Ja, waarom heb je die stap gezet? Betrouwbaarheid. We zijn natuurlijk een jonge club. Hè? Dus we zijn nog steeds een jonge club. In principe wat we nu doen, doen we dus een maand of 18. Dus we hebben ooit een keer een product gebouwd, hebben we weggegooid, zijn opnieuw begonnen. Dus wat we nu doen, doen we een maand of 18. Dan moet je dus laten zien dat je betrouwbaar bent. Je moet laten zien dat je een stabiele partij bent. Maar dat kan je dus niet doen door gewoon te zeggen van oké, wij zijn dat. Dat geloven mensen niet. Dus dan ga je zorgen voor daadwerkelijk goede exposure. Dat hebben we gedaan middels Feyenoord. En werkt het? Ja, absoluut. Ja? Duidelijk. Ja, zeker. En waar merk je dat aan? Aan alles. Sowieso komen er klanten via die kant binnen. Er zijn heel veel mensen die refereren ernaar. Nou, als je hier door Rotterdam rijdt. Dan zie je een hoop mensen rondlopen in trainingspakken waar Jacks op staat. De exposure op social media is bijvoorbeeld is echt wel enorm. Dus als je alle persconferenties, daar staat Jacks op de borst. En wij merken aan alles, klanditie, gesprekken die we voeren, dat het echt helpt. Je was in Tirana een week geleden, hè? Ja. Net als ik. Ja. Hoe was het? Op de uitslag na, fantastisch. Ja. Ja. Best een bijzonder land trouwens, hè? Ja, ja. Heel arm en heel rijk op sommige punten. Het is niet echt heel rijk natuurlijk, maar dan zie je dat het wel ontwikkeld is. Ja. Dat ze aan het bouwen zijn, dat ze aan het ontwikkelen zijn, dat ze heel graag willen. Maar het is wel gewoon een heel arm land. Dat bedoel, ik weet niet of jij het gecheckt hebt, maar voor mijn gemiddelde maand te komen, €350 of zo. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Dan over jullie samenwerking. Jullie kennen elkaar vanuit die gemeenschappelijke achtergrond. Waarom wilde je hem dingen in jouw bedrijf laten doen? Nou, Sander heeft een hele mooie missie om mensen mentaal weerbaarder en sterker te maken. We hebben natuurlijk een organisatie waarbij we echt extreem veel vragen van mensen intern. Mm-hmm. Ik bedoel, honderden procenten blijven groeien op noem het weekbasis. Want we doen het niet op jaarbasis, maar op weekbasis. Het moet gewoon continu zeg maar, meer en meer en meer zijn. We vragen heel veel van onze mensen. Dan heb je ook wel gewoon ondersteuning nodig. Professionele ondersteuning. En dan heb ik niet over psychiaters en dat soort dingen, maar gewoon mensen die de ervaring kennen. Nou, Sander is ervaren met extreme stress. Weet wat hij doet. Ik ken hem goed. En ik vertrouw hem. Dus we hebben Sander gevraagd van oké, kun jij eigenlijk gewoon fulltime een programma voor ons opstellen. Om te kijken hoe we ons team mentaal weerbaarder, sterker en flexibeler kunnen maken. Mm-hmm. Dat doen we vrij succesvol, denk ik. En dat doe jij nu, Sander, want je bent weg uit die militaire achtergrond. Althans, die achtergrond heb je voor de rest van je leven, maar je bent weg uit die wereld. Ja. Dat doe je inmiddels een eigen bedrijf. Je krijgt vaker van die vragen. Hoe ga je dan te werk? Nou, niet vaker van dit soort vragen. Dit is wel echt een bijzondere situatie natuurlijk. Want een bedrijf dat zo snel groeit als Jacks, die heb ik zelf eerder nog niet meegemaakt eigenlijk. Dus dit is wel echt een bijzondere casus voor ons. Mm-hmm. En wat we dan vaak altijd doen, gewoon eerst uitvragen wat nu precies de situatie is en de doelstelling. En dat was ook het mooie met de samenwerking met Nick. Ja, die geeft gewoon heel veel vertrouwen. Dus wij krijgen eigenlijk gewoon een soort van de ruimte om gewoon in te spelen op wat wij zien en waar wij denken waar de behoefte aan ligt. Mm-hmm. En in dit geval bij Jacks, eigenlijk alle nieuwe mensen die krijgen van ons een 1-op-1 gesprek. Dus een soort van even peilen hoe men ervoor staat zeg maar, en wat zij eventueel nodig hebben. Mm-hmm. En daarnaast geven we ook regelmatig teamtraining. Ondanks dat het natuurlijk het team steeds groot wordt en dat er heel veel diversiteit is binnen die teams, dat we ze toch samenhouden en dat die verbinding blijft staan eigenlijk. Maar daarnaast ook het stukje weerbaarheid. En het mooie is eigenlijk dat de tools die je mensen kunt bieden, zeg maar, om met moeilijke omstandigheden om te gaan, dat zijn dezelfde tools eigenlijk die jij nodig hebt om die prestaties een boost te geven eigenlijk. Dus aan de ene kant kun je zeggen natuurlijk, we voorkomen natuurlijk dat mensen uitvallen door burn-out of spanning of stressgerelateerde klachten. Maar het is ook het stukje duurzame inzetbaarheid. Maar tegelijkertijd, en dat is eigenlijk ons vertrekpunt, is dat wij gewoon zorgen dat die prestaties gewoon op mentaal en fysiek gebied optimaal worden. Hey, ik snap wat je doet, hè? Maar kun je het concreter maken? Want wat kun jij met de ervaring die je hebt in de praktijk van alle dag in een chic kantoorpand in Kralingen? Ja, dat is een goede vraag. Best een chic pand trouwens, hè? Ja, dat is een mooi pand, absoluut.
Nou, bijvoorbeeld een van de dingen die we doen is bijvoorbeeld met de teamtraining. Dus teams die gaan wij, ook de teams van de Jacks, die begeleiden wij met trainingen. En wat we dan vaak doen is het team een klein beetje in beweging brengen. Dus uit een comfortzone halen, uitdagen met bepaalde obstakels. En dan zie je eigenlijk al heel snel waar de groeipotentie van het team ligt. Mm-hmm. Omdat ze dan gewoon worden geconfronteerd met andere situaties. Dat is één, maar ook gewoon de dialoog aangaan, het gesprek aangaan. En ja, eigenlijk heb ik en mijn trainers hebben zoveel ervaring, zeg maar, om samen te werken onder de moeilijkste omstandigheden. Dat we heel veel situaties al eerder hebben ervaren, zeg maar. Dus als een team ergens tegenaan loopt, dan kunnen wij daar gelijk een bepaalde ervaring aan koppelen. Plus ook een manier hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ga je dan een klimbos in? Ga je vlotten bouwen? Hoe moet ik dat voor je me zien? Ja, dat kan eigenlijk op heel veel... Moet je lachen, Nick? Ja, dat vind ik een mooi voorbeeld, maar doe me niet, maar vertel. Nee. Ja, dat kan eigenlijk op heel veel manieren. En soms is dat, vaak is het gewoon door middel van de dialoog gegaan. Soms is het wel echt op een externe locatie, zeg maar, dat we gewoon even bij het bedrijf weggaan. Mm-hmm. En gewoon de rust opzoeken. En we gaan niet in de klimbos in of dat soort dingen, maar ja, we zorgen wel voor voldoende uitdaging. En daarnaast echt het stukje prestatieoptimalisatie, ja, dat kan ook gewoon in company, dat doen we gewoon bij Jacks binnen. Dat zijn vaak gewoon workshops, dus dan gaan we bijvoorbeeld vertellen over wat er gebeurt onder moeilijke omstandigheden. Dus de stressrespons, zodat ze mensen weten, oké, ik weet dat het kan gebeuren, zodat ze het bij zichzelf gaan herkennen. En daarnaast gaan we ook tools geven hoe ze daar mee om kunnen gaan. Moeten mensen meedoen, Nick, of is dit vrijwillig? Hoe gaat dat? Nee, het wordt wel, zeg maar, uiterst geadviseerd door ons. Bij de onboarding zit het er gewoon bij. Dus Sander geeft dan gewoon een presentatie met nieuwe mensen van oké, dit gaat er gebeuren. We hebben wel een van die effectieve trainingen die bijvoorbeeld vinden ze de ademhalingcursus die ze geven. Dan zou je denken, ja, wat is dat? Ja, ademhalingscursus. Maar op het moment dat mensen stress ervaren of gewoon het even moeilijk hebben en ze gaan eventjes terug naar de lessen van Sander's team. En ze gaan gewoon eens eventjes een halve minuut normaal ademhalen en daarop focussen. Dan zal je zien dat de stressniveau behoorlijk daalt. En dat ze gewoon weer een paar stappen kunnen zetten. Ja, ik denk dat voor ieder bedrijf gewoon super waardevol zou zijn om dit soort ervaring naar binnen te halen en alleen al dat soort lessen te implementeren, waardoor je mensen gewoon wat handvaten kan geven. Want dat is eigenlijk wat we doen, hè. Mensen handvaten geven om te kunnen gaan met andere situaties dan dat je gewend bent. Maar staan mensen even open in zijn algemeenheid? Ja, 99% wel. Oké, wat krijg je terug van ze? Heel veel positieve reacties. Mooi. Ja. Heel veel mensen die ook blij zijn dat wij dit soort stappen zetten voor personeel. Dat we ze zo waardevol vinden. Maar het zijn ze natuurlijk ook echt. Ik bedoel, we kunnen het niet zonder. Sterker nog, ik zou nooit zijn geweest zonder die 150 mensen. Mm-hmm. Maar ja, het wordt dus wel echt gewaardeerd dat we ze zoveel teruggeven. Ja. Ja. Is dit een continu proces of houdt dit op een dag? Of blijf je dit gewoon doen? Het is continu. Ja. Ja. Laat jij je begeleiden trouwens? Minder. Maar soms. En dat is de 1-op-1 gesprekken die wij hebben, zeg maar. Dat is eigenlijk wat we doen. En voor de rest heb ik liever dat Sander zijn team bezig is met de mensen, omdat ik ook zelf verwacht dat ik, en dat denk ik ook dat het zo is, dat ik met de ervaringen die ik zelf opgedaan prima kan zorgen dat mijn stresslevel, zeg maar, gewoon redelijk stabiel krijgt. Mm-hmm. En dat ik goed kan voelen waar mijn pieken liggen en dan kan ik ze ook weer laten dalen zelfstandig. Ja. En als ik er echt niet uitkom, dan, ik heb vanmorgen aangegeven, ik had afgelopen weken wat meer piekmomenten, dan zie je gewoon dat we wat zware dossiers hebben. En dan hebben we het daar gewoon even over en dan is dat prima. Voordat we verder praten over jullie samenwerking, is een aantal andere zaken. Sander, we hadden elkaar gisteren aan de telefoon. Mm-hmm. Je bent op een dag gestopt in die militaire wereld. Je bent dat bedrijf begonnen. Waarom was dat eigenlijk? Om een aantal redenen, maar initieel eigenlijk mijn grootste drijf om weg te gaan bij Defensie was mijn gezin. En specifiek in de laatste jaren van Defensie kwamen we erachter dat mijn zoontje autisme had. Okay. En helemaal in die fase was dat ontzettend moeilijk. En vooral omdat het nieuw was natuurlijk. Hoe ga je om met een kind dat anders is? En langzaam begon ook wel mijn passie voor werken een beetje door mijn vingers te glippen. En dat, ik kende toen eigenlijk maar één standje. Dat was harder werken, harder proberen. En dat zorgde eigenlijk dat het nog slechter ging thuis. Of nog, mm-hmm. Dat leverde allerlei wrijving op. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik kan mijn zoontje niet veranderen. Blijkbaar zit bij mijzelf iets waar ik mee aan de slag moet. En ik wist van mezelf, als ik bij Defensie blijf, ja, dat was, hoe extreem het ook was mijn comfortzone. Het harde prestatiegericht, zeg maar, de uitzending, de acties en de adrenaline. Dus ik wist, als ik bij Defensie blijf, op wat voor manier ook, dan zal ik altijd dat gevoel blijven najagen. Dus ik wist, oké, ik moet gewoon weg bij Defensie. En toen ben ik gedaan, die kennis en ervaring die ik heb opgenomen bij Defensie, ja, kon transformeren in iets van betekenis. En dat is best een grote stap, hè? Althans, best een grote stap, een hartstikke grote stap. Want ja, je zegt eigenlijk, je komt uit een wereld waar
Wordt er over gevoel gepraat bij Defensie? Of is het allemaal stoer doen en macho en ego? Niet veel. Je ziet daar wel een klein beetje een verschuiving de laatste jaren. Maar helemaal de cultuur waar ik vandaan kwam, is dat absoluut niet veel. Nee. En door iets vervelends? Nee, het is eigenlijk heel mooi iets. Oké. Nee, dus kijk, op het moment zelf is het natuurlijk heel moeilijk. Omdat je dan, je worstelt enerzijds met de situatie thuis natuurlijk. Maar ook gewoon met je eigen onvermogen om daarmee om te gaan. Plus het feit dat je hele way of life tussen je vlingers glipt. Mm-hmm. En dat is een hele moeilijke situatie. Maar achteraf is dat mijn grootste cadeautje geweest. Oké. Ja. Je hebt er veel van geleerd. Ja, absoluut. Kijk, op het moment dat jij, of ik in dit geval, de keuze maak om weg te gaan bij Defensie. Ja, dan ben je totaal niet bewust natuurlijk wat voor transformatie je eigenlijk doorgaat. Want ik ben op 17-jarige leeftijd bij Defensie gegaan, 21 jaar dat werk gedaan. Ja, dat is zo vormend voor je identiteit. Dus als je dat na 21 jaar afkapt, dan kom je in een soort van vrije val eigenlijk natuurlijk. Je kan inderdaad zeggen dat je door je zoon een andere kant van jezelf hebt leren kennen. Ja, 100%. Ja, ja. Mooi. Ja. Was het voor jou wennen toen je die wereld verliet? Ja, het was voor mij wel een minder grote stap dan dat voor Sander was. Je hebt het korter gedaan. Ja, ik heb 8,5 jaar rondgelopen en ik zat, noem het even, de normale eenheden bij de normale mariniers. Nou, hij heeft natuurlijk echt alle extremen opgezocht, waarbij in principe je privé smelt in je werk. Mm-hmm. Dat was bij mij minder. Ik leefde wel zeg maar voor het Korps Mariniers, maar niet zoals dat het bij Sander was. Dus het was voor mij denk ik iets makkelijker en ik heb ook vrij makkelijk die knoop kunnen doorhakken toen ik de keuze maakte. Ja. Jij hebt eerder in een interview met mij voor het blad Friends in Business, ons magazine, gezegd: ik ben anders dan alle anderen. Ligt de oorsprong van die uitspraak in die tijd, in die wereld? Die kans is wel groot, maar het ligt natuurlijk dieper dan dat. Hè. Dat is altijd, het ligt in een kern ergens van een mens. Maar dit is al ook, we hebben vanmorgen een rondje hard gelopen samen. Daar kwam ook wel, dus we zien wel gewoon echt zeg maar, dat wij iets doen wat een ander niet doet. En dat komt deels uit het feit dat ik anders ben als ondernemer. Ik stuur natuurlijk die tent aan van bovenaf. En er zit gewoon zoveel. Nou, een van onze kernwaarden is lef. Nou, dat is letterlijk wat er gebeurt, zeg maar. We duwen zo hard in de markt en zo hard op een bedrijf en een proces. Dat doet een ander vaak gewoon niet. Omdat het ook heel eng is en dat die risico's gewoon veel groter zijn. Mm-hmm. Nou, ondertussen niet meer, want we zijn ondertussen nu gewoon een hele goede scale-up met echt wel een heel substantieel omzetniveau, zeg maar. Maar ja, ik denk dat dat wel is wat het gemaakt heeft, ja. Voel jij je anders dan alle anderen? Ik voel mij gewoon een mens. Mm-hmm. Dat in de basis eigenlijk. Maar je ziet wel dat wij eigenlijk, ik denk ook echt wel voor een groot deel door onze achtergrond, gewoon bepaalde principes of bepaalde waarden, dat we daarna leven. En met name dat stukje lef inderdaad. En gewoon moed of toewijding aan een bepaald doel, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel echt onderscheidend is voor mensen met onze achtergrond. Ja. Absoluut. En ook, dat stukje lef om ergens voor te gaan, maar voor mij is het ook gewoon een stukje toewijding. Mm-hmm. Dus en dat vind ik ook het mooie om, bijvoorbeeld met de ondersteuning bij Jax. Ik moet denken aan topsporters, hè? Barbara Delooy, de oud-topschaatser, heeft wel eens tegen mij gezegd: ik doe echt fantastische dingen toen ik stopte met schaatsen, maar ik ga nooit meer de voldoening vinden van een binnenbocht in een vol tee-off dat ze me aanmoedigen. Ja, ja. Tennissers, Raymond Sluiter, hebben het moeilijk gehad in de jaren dat ze van die tennisbaan af waren. Vind jij in je nieuwe leven evenveel voldoening als in je oude leven? Ja, veel meer eigenlijk. En dat is wel een heel moeilijk proces geweest. In de eerste jaren was het eigenlijk. Ik had voor dit verhaal zo gehoopt dat je in een zwart gat was gevallen, man. Dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Nou ja, absoluut. De eerste jaren na Defensie, dan ben je daar echt absoluut de zoekende in eigenlijk. Ja. Dus dan kom je inderdaad in een zwart gat. Ja. En hoe ik het voor mezelf eigenlijk omschrijf, de eerste fase van mijn leven was eigenlijk het beklimmen van de eerste berg eigenlijk. Maar dat was puur een berg, toch wel een beetje gericht op ego. En eigenlijk nu zit ik eigenlijk in een totaal andere fase, waarbij het me eigenlijk veel meer gaat om de relaties, om purpose en om dit soort mooie samenwerkingen. Dus dan gaat het niet meer om mijn individuele drijf om een bepaalde actie te doen. En waarom hou je uit die tweede carrière dan meer voldoening? Omdat het veel meer diepgang heeft eigenlijk. Oké. Ja, dus ook, ik leer eigenlijk ook onder andere door mijn zoontje heel veel over mezelf. En dat vind ik ook gewoon heel fijn, omdat bijvoorbeeld ook met bepaalde trainingen of om andere mensen daarmee te helpen eigenlijk. Ja, wat een mooie verhalen, Nick. Is toch mooi? Ik ken het verhaal, hè, maar. Ja, maar is toch mooi? Ja. Ook dat je het gewoon zegt, tof. Ja. Ja, Sander is heel open, heel eerlijk en hoe hij dat doet. En dat is ook natuurlijk waarom hij mensen goed kan helpen. We hebben nu 2 weken geleden MT 2-daags gehad. Oké. Met het managementteam van Jax. Zaten we met een man of 10, ik weet niet. Maar een hele interne
hele extreme begeleiding, zeg maar. Gewoon op dag, hele dag praten met elkaar. En dat was voor mij ook even een openbaring van hoe Sander ook in de wereld staat, zeg maar. En hoe goed hij de kern uit een vraag kan stellen. Dus een verhaal van 10, 15 minuten haalt hij één kernvraag uit die de mens dan totaal raakt. En dat is een kunst. En dan zie je wel dat hij goed op zijn plek zit nu. Ja, en wat levert zo'n tweedaagse jou dan op als ondernemer, als bedrijf? Ja, het levert het bedrijf heel veel op. Heel veel vertrouwen. Ik stuur de organisatie heel veel op vertrouwen. Managers hebben allemaal volledige vrijheid. Je hoeft echt niet continu mij te rapporteren. Je moet gewoon draaien wat je moet draaien. En uiteindelijk een keer rapporteren van jongens, dit is wat het geweest is en deze keuze hebben we gemaakt. Je zag dat het daar fundering kreeg. Dus iedereen voelde meer het vertrouwen wat gegeven wordt. Het kwam daar echt wel tot uiting. Dat ze dus niet alleen maar op die woorden van mij moeten afgaan. Van oké, je hebt vertrouwen, dus doe het. Maar dat ze hem ook echt moeten nemen. En ik denk dat Sander die fundering heel mooi gelegd heeft in die management 2-daags. Ja, dit is trouwens een interactieve talkshow. Hè? We hebben twee van de boeken die Sander geschreven heeft bij ons. Niet te breken en Missie Mindset. Stuur even een mailtje naar... hou onze social media kanaal in de gaten, kan ik beter zeggen. Om te zien hoe je deze boeken tot je kunt krijgen. Kun je winnen met een leuke winactie. En mensen kunnen vragen stellen. En Luc, een van de kijkers, vraagt aan jou, Nick. Wat verwacht je met Jax tegen eind 24 gerealiseerd te hebben? Zo. Dit is een mooie, want we hebben op de ambitie staan september 2024 een IPO. Dus die valt er mooi tussen. Wat is het voor de mensen die wat doen? Een beursgang. Een beursgang? Ja, een beursgang. Dan al? Ja. Oké. Ja, dus dat is binnen 3,5 jaar nadat we eigenlijk gestart zijn, willen we het bedrijf naar de beurs duwen. Waarom is dat belangrijk? Dat is niet zozeer als punt belangrijk, maar dat is belangrijk om de organisatie nog groter te krijgen. En kijk, we gaan nu natuurlijk een beetje met bedragen gooien, dat wordt heel abstract. Maar we verwachten meer dan 1 miljard euro omzet te draaien rond die tijd. Alleen in Nederland. En met die beursgang willen we zoveel extra kapitaal naar binnen halen, dat we direct meerdere landen internationaal kunnen gaan aanpakken. Dus daar maken we nu al voorbereidingen voor. Ik heb toevallig volgens mij morgen weer een meeting met mijn adviseurs en advocaten over die beursgang. Daar zijn we dus nu allemaal aan het voorbereiden. Zorg dat alles klaar staat. Dus als je vraagt eind 2024, dan hoop ik op de beurs te zijn. Oké. Gaat het hem lukken? Ja. 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 Er is geen enkele ruimte voor twijfel. Nee, dat heb ik inmiddels wel geleerd van Nick, dat gaat lukken. Ja. Ken jij zelf wel eens twijfel? Ben je wel eens onzeker? Heel weinig. Ja. Heel weinig. Ja. Ik moet eens terugdenken aan die uitzending met jou, met Frank Vijg op mijn plek. Ja. Met Michel Peridon toen, weet je dat nog? Ja, zeker. Was ook een bijzonder, hè? Dat was een bijzonder gesprek, ja. Toen waren we net begonnen, volgens mij. Ja, ja. Toen werkten we net samen. Ja. Ja, mooi, hè? Toen stond hij hier met Michel Peridon, misschien ken je het verhaal. Ik heb het gezien. In Dragon's Den. Ja. Het filmpje is 10.000 keren bekeken. Ja. En iedereen wil met die man zaken doen. Jij hield hem een beetje op afstand. Waarom was dat toen? Want dat ontstond spontaan. Ja. Wij zoeken een fundering van investeerders die ons vertrouwen en die wij vertrouwen. En dan zou ik niet zeggen dat ik hem niet vertrouw natuurlijk, want het is een gerespecteerde zakenman. Maar het was niet het type investeerder dat wij zoeken in onze onderneming. Oké. We hebben er heel veel. We hebben heel veel, noemen het angels, particuliere investeerders. Maar hij was niet geschikt voor onze onderneming. Oké. En waarom dan niet? Ja, dat is heel zweverig, gewoon een gevoel. Oké. Ja. En je hebt mij wel eens gezegd dat die video jou ook veel heeft opgeleverd, hè? Ja, want dat heeft wel, het heeft andere investeerders wel aan het denken gezet. Ja. Van, hey, als die hem de deur wijst, dan is het misschien voor ons wel interessant. Het heeft heel veel gebracht, absoluut. Ja. Waarom doe je dit allemaal, Nick? Want je ging ooit bij die mariniers voor het avontuur. De adrenaline, zei je net in je eerste antwoord. Ja. Wil jij rijk worden? Wat is jouw doel? Nee, dit is hetzelfde stukje. Dit is weer die avontuur. Ja? Ja, ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt om weg te gaan en een commercie op te zoeken. Omdat er heel veel kansen mogelijk waren. En ik wilde dat gewoon proberen. Kijken hoe dat ging, zeg maar. Nou, als je dus dan die avontuur wil opzoeken, dan moet je dus weer extreme doelen zetten. Dat is waarom we dit doen. Dat is waarom ik zeg, we draaien meer dan 1 miljard in 4 jaar tijd, zeg maar, na de start. Dat zijn tenminste doelen waarbij ik kan zeggen, oké, nu ervaar ik ook stress. Want anders is het ook allemaal niet zo grappig meer, zeg maar. Dus het moet wel, het moet een beetje onhaalbaar zijn om het leuk te maken. Ja, dat heb jij ook nodig. Ja, dat heb ik nodig. Dus als dit slaagt en je verkoopt het over een aantal jaren, dan komt er weer iets nieuws. Nou, ik verwacht het eigenlijk niet te gaan verkopen. Okay. Dus gewoon aan te blijven, zolang ik het zelf aan kan natuurlijk. En dan heb ik niet op stressniveau, maar gewoon op capaciteit. Tot aan die beursgang gaat dat zeker lukken. Na die beursgang moet je gewoon gaan kijken. En dan gaan er andere situaties spelen, hele andere compliance spelen, hele andere berichtgeving spelen.
Dus dan is het kijken, is dat nog wel mijn rol? Is dat nog wel wat ik leuk vind? Is dat nog wel mijn vrije ondernemersdrijf, zeg maar, die ik heb? Jeroen, onze operationeel directeur, die zegt altijd, Nick heeft 3 nieuwe ideeën per dag. Dat nuanceer ik dan even naar 1. Maar goed, het is nog steeds 1 per dag. Het is nog steeds heel veel. Dus we moeten wel kijken hoe we dat, zeg maar, in een vat kunnen gieten. Hey, want als je over dat soort bedragen praat, kan ik me voorstellen dat het fijn dat bij je aanklopt vorige week in Tirana van, kun je niet meer doen dan dit op zich al grote partnership? Laat ik over de interne communicatie met Feyenoord nog niet spreken. Laat ik het eerst even met hun doen. Maar zij willen absoluut altijd wel meer natuurlijk. Ik bedoel, zij moeten gewoon een bedrijf runnen. Dus, zijn jij ervoor open? Wij staan voor alles open. Ja. Als het jongen goed is. Maar zou je ooit hoofdsponsor kunnen of willen zijn? Ja, het ligt eraan. Het is echt afhankelijk van het moment. Het ligt dus afhankelijk van de deal. Wat krijg ik ervoor terug? Wat is exposure? Je gaat ineens praten als een CDA-politicus. Ja, dat is een beetje wat mijn rol tegenwoordig natuurlijk is. Ik ben tegenwoordig gewoon algemeen directeur, niet alleen ondernemer. Nee, maar dit is... Kijk, als wij die beursgang willen doen in 24, dan heb ik daar ook exposure voor nodig. En dan is het dus de kanttekening. Dan ga ik vooral namelijk naar mijn marketingmanager kijken rond die tijd. Is Feyenoord de juiste exposure of is het iets anders? Gaan we op maatschappelijke doelen richten? Gaan we in een stad aan de gang? Gaan we hele andere dingen doen? Ja, bijvoorbeeld een wielerploeg. Op die auto voor Max? Ja, ja, bijvoorbeeld. Nou, ja. Ik denk dat dat geen goed idee voor ons is. Maar er zijn zoveel opties. En de beste deal en de beste exposure, dat zal onze beslissing maken. Ik neem genoegen met dit antwoord. Gelukkig. Ik ga niet doorvragen. Wat me ineens er binnen schiet, Sander, ben je wel eens bang geweest? Tijdens mijn carrière? Ja. Ja, zeker. Missies. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Wanneer dan? Er zijn heel veel situaties geweest. Dus, tijdens vuurgevechten zijn natuurlijk wel angstige momenten. Als je bijvoorbeeld weet, we hebben bijvoorbeeld een keer in Somalië, zijn we eigenlijk in een hele laag gevaren. Een paar uur later moesten we terug naar hetzelfde bootje eigenlijk. Dus dat zijn wel echt extreme situaties. Maar ook tijdens bepaalde duikoperaties, dat je wordt geconfronteerd met haaien. Dus dat als je dan, zeg maar, een tweede keer daarna het water weer ingaat, ja, dan ben je bang. Omdat je weet dat die beesten er zwemmen. Ook tijdens het parachute springen. Ik heb iets van 300 vrijval parachutesprongen gemaakt. Maar als je bijvoorbeeld een keer ervaart dat je parachute niet open gaat en je krijgt de zogenaamde malfunction. Als je dan daarna weer opnieuw het vliegtuig moet, nou, dat zijn angstige momenten. Ja. Dus die zijn er wel zeker geweest. Hè? Ja. Zo. En dat moet je lachen, ja. Ja. Ja, praten ze makkelijk over, hè? Parachute niet open gaat. Top. Ja, hoe moet je dat fixen dan? Dan heb je bepaalde noodprocedures die je eigenlijk in een split second moet gaan uitvoeren. Omdat je anders gewoon letterlijk doodvalt. Ja. Ja. Dus dan heb je gewoon een fractie van een seconde om het juiste te doen. Ja. Maar dan moet je de volgende keer weer het vliegtuig in. Ja. Ja. En dat was even terug naar in een moment in dit gesprek. Dan was er geen ruimte in die wereld om daar eens met elkaar emotioneel over te zijn. Nee. Gewoon doen. Ja, absoluut. Ja. 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 Bijzonder allemaal. De wereld die ik helemaal niet ken. En waar jullie deel van uitgemaakt hebben. Ja, absoluut. En dat vind ik ergens ook het mooie, zeg maar, nu van bijvoorbeeld door erover te praten en door de boeken over te schrijven. Dat... Het worden shadow warriors genoemd. Je praat niet over dat soort. Het zijn vaak geheime operaties. En het zijn mensen die niet snel in het licht treden, zeg maar. Maar onbekend maakt op het moment. En toen ik wegging bij Defensie, leerde ik ook eigenlijk ook wel dat niemand heeft eigenlijk geen idee over de eenheid. En het bijzondere werk dat die jongens doen, zeg maar. Dus ik zie mezelf ook als een soort van officieuze ambassadeur voor de eenheid. Om te gewoon te vertellen wat voor bijzonder werk die gasten doen voor onze veiligheid. Zou je kinderen adviseren deze carrière ook te maken? Nee, maar wat dat betreft, mijn kinderen moeten helemaal zelf gaan bepalen wat zij willen gaan doen. En, dus ik ga ze niks adviseren. Nee. Maar zou je het tegenhouden als ze het zouden willen? Nee, als ze dat zouden willen, dan helemaal niet. Nee. Je hebt geen kinderen, Nick. Kwestie van tijd of niet? Staat niet op de planning. Oké. Dan zijn we open vandaag. Ik vraag het ook gewoon, daar ben ik zelf een beetje verbaasd over. We kennen elkaar vrij goed natuurlijk, dus je kan alles gewoon vragen. Ja, ik heb nog een cadeautje voor jullie trouwens. Jawel, ze worden even buiten beeld aan mij aangegeven van onze vriend Dennis de Roo, die ken je ook. Ja, zeker. Ook partner van Feyenoord, met Van Dongen en de Roo. Tegenwoordig actief in de rum. Sorry. Dutch Head Rum, top rum. Danny Vera is de grote ambassadeur. Eentje voor Nick en eentje voor jou. Dankjewel. Bedankt voor jullie komst. Sorry. Ik vond het weer leuk. Dankjewel Sander, dankjewel Nick. Dankjewel. En bedankt. Bedankt voor het kijken jullie. Jullie zijn het belangrijkste eigenlijk. Zonder jullie geen show. Tot volgende week woensdag 12 uur zijn wij weer met een nieuwe Ruhr Lunch Break. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jacks.nl en Startportaal.